Hallo allemaal. We gaan verder met de 10e en ook alweer de laatste aflevering uit de serie Kijken door het sleutelgat. Hallo. Zullen we meteen even door het sleutelgat kijken? In het radioverhaal zat Tjoepie in een auto die niet op benzine reed, maar op limonade. Ja, dat was een grappig autootje. Zeg, het is het laatste programma voor de vakantie. De deur gaat op slot. Zo. We gaan op reis. Goedemorgen. Ja. Dus de reservering. Ja. Sorry, thanks. Dank u wel. En u krijgt nog een tasje mee als de auto onderweg vuil wordt om hem weer schoon te maken. Dank u wel. Ja, goede reis. De auto kan ook mee met de trein, want het is een autoslaaptrein. Met deze beugel kijken de mensen van de trein of de auto's niet te hoog zijn als de trein onderweg ergens onderdoor moet. Met deze ijzeren klemmen worden de auto's stevig vastgezet. De deur van de auto wordt aan de buitenkant met een loodje verzegeld, zodat niemand de auto zomaar kan openmaken. Ja, het is een zee. Alsjeblieft, dank u wel. Bed 61, oftewel cabine 61. Dat is de allerlaatste cabine. Ik zal je ervoor gaan. 50. Oh, alsjeblieft. Dank u. Ziet er allemaal. Hij zal zo wel gaan vertrekken, denk ik. Oh, hier hebben we handdoeken en water en een paar glazen. Kijken wat we nog meer hebben. Die moet dan ook open gaan. Oh, hier heb je de kraan. Koud en warm water. Zeg, ik ga even een kijkje in de trein nemen.
zo heeft ook een hele keuken in de trein. Wat maakt u hier allemaal? Ja, hier op dat fornuis maak ik mijn soep in orde. En dan mijn groenten. En dan mijn jus. En dan heb ik hier mijn vlees. En dan in deze oven, daar worden mijn aardappeltjes gebakken. Wat bewaart u hier? Allemaal spullen in die grote koelkast die koel moeten bewaard worden. Oh, dan blijven ze goed. Die blijven ze heel lang goed. Zeg Riet, ze hebben hier nog een behoorlijk grote keuken in de trein. Oh, ja? Ja, lekkere dingen. Ik ben benieuwd wat we eten vanavond. Ja, ik ook. Zeg, moet je kijken. Weet je wat ik heb ontdekt? Ja. Hier ligt een ladder onder. Moet je kijken, waar zou die voor zijn? Nou, natuurlijk om in het bovenste bed te klimmen, joh. Wel, we kunnen eten. Ben je klaar? Ja, ik ben klaar. Ik ga met je mee. Ja. Goed weer. Ja, hier. Lekker. Terwijl wij gezellig eten, maakt de treinconducteur onze bedden klaar. Ja, we zullen tijdens onze reis niet vermagen. Nee, hè? Alsjeblieft. Oh, kijk eens, Ruud. De bedden zijn al opgemaakt. Dat ziet er fijn uit, zeg. Ik krijg er gewoon slaap van. Zo. Ja, Ruud. Wel te rusten. Wel te rusten. De conducteur gaat slapen. Volgende morgen, ons ontbijt. Nou, ga ik slapen. Goed zo. Hallo. Je ziet niet zo goed uit. Onze auto wordt van de trein gereden. We zijn er nu bijna. Ja jongens, onze vakantie is begonnen. En ik wens jullie straks ook een heel prettige vakantie. Dag.